Dag beste kijkers, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weervideo van Weerplaza. We gaan eerst even kort terugblikken op de meteorologische zomer, want dit weekend op 1 september begint de meteorologische herfst en dat betekent dat er weer een seizoen eindigt. En de zomer had toch wel grote verschillen. Met name in juni en de eerste helft van juli was het wisselvallig, vaak ook koel voor de tijd van het jaar, met behoorlijk grote hoeveelheden regen. Er werd een fors neerslagoverschot opgebouwd in grote delen van Nederland. Het leverde soms ook wateroverlast op. Maar geleidelijk aan in de loop van juli werd het allemaal wat rustiger, wat stabieler. En augustus werd vervolgens een warme zomermaand. Zelfs in de top 5 warmste augustusmaanden die ooit gemeten zijn. En toen was het op veel plaatsen ook relatief droog. Alleen in het zuiden en oosten van het land viel duidelijk meer regen dan normaal gesproken. Nou, hoe september dan verder gaat, het lijkt in eerste instantie behoorlijk zomers te verlopen. Met ook hoge temperaturen, niet alleen bij ons, maar in een groot deel van Europa. En ja, in de loop van de maand worden de dagen natuurlijk snel korter. Het zeewater is warm, dat heeft ook zijn effect op lage drukgebieden bijvoorbeeld die zich daar kunnen ontwikkelen. En dan lijkt het allemaal toch een beetje wisselvalliger te gaan worden. Maar aan zomerweer, na zomerweer ook, zo gezegd, waarschijnlijk geen gebrek. De komende tijd hebben we te maken met een hoge drukgebied ten noorden van ons. Daardoor hebben wij te maken met een veelal zuidelijke stroming. En dat blijft eigenlijk een groot deel van komende week in stand. Al wordt de wind in de loop van de week langzaam wel wat meer zuidwest tot westelijk. Komt er wat meer aanvoer van vocht vanaf de zee. En dan zien we ook wat meer buien ontstaan. Dat is ook mooi zichtbaar op deze animatie. Niet alleen bij ons, maar ook in een groot deel van West- en Centraal-Europa kunnen die buien zich in de loop van de week gaan ontwikkelen. En dat kunnen echt wel zware buien zijn van tijd tot tijd. Met name ook richting het Alpengebied. En op de grens met die hete lucht ten oosten van ons. Of die hele zware buien ons ook gaan bereiken, dat moeten we nog even gaan afwachten. Want waarschijnlijk doet het zwaarste onweer zich komende week dus voor langs die begrenzing met die hele warme lucht in het oosten en wat koelere lucht vanuit het westen. Maar dat het een aantal dagen warm wordt, lijkt wel vrij zeker. En dat gebeurt dus onder invloed van een brede gordel van hoge druk boven Noord-Europa helemaal doorlopen tot op de oceaan. Een zogenaamd geblokkeerd patroon noemen we dit. Met een lager drukgebied een beetje ingebed in de buurt van Frankrijk. En dat zien we nog mooier op deze hoogtekaart. Veel hoge druktes ten noorden van ons en dat koude putje, om het zo even te zeggen, voor de Golf van Biscayen. Dat zorgt ervoor dat de wind bij ons vaak uit een zuidelijke richting komt. In ieder geval op grotere hoogte en dus behoorlijk warme lucht in eerste instantie aanvoert. Dat gaan we vooral zondag en maandag merken. Dan piekt de temperatuur echt tot misschien wel ruim 30 graden op sommige plaatsen in het zuiden van het land en in delen van Frankrijk, maar ook richting het Alpengebied en Italië. Daar kan het plaatselijk zelfs 30 tot 35 graden worden aan de oostflank van dat lage drukgebiedje. Nou, uiteindelijk komt dit laagje dan wat dichter bij ons te liggen. Daardoor wordt de verwachting behoorlijk onzeker komende week. De kans op buien neemt toe. Maar de grens van die hele warme lucht blijft wel tot en met het eind van de week heel dicht in onze buurt liggen. En dat maakt, zoals gezegd, de verwachting dus een beetje onzeker. Nou, gemiddeld genomen komen we wel aan de warme kant uit komende week. Zo'n 1 tot 3 graden gemiddeld boven het normale temperatuurbeeld voor deze tijd van het jaar. En dan spreken we over overdag een graad of 20 en 's nachts een graad of 12. Nou, daar zitten we dus een paar graden boven. Dat betekent wel dat er een paar dagen echt een temperatuurpiek zal plaatsvinden met veel hogere waarden nog, tot zomerse temperaturen aan toe. Maar dat er ook een paar dagen zullen zijn met meer buien en duidelijk koeler weer. En dan kom je gemiddeld uit op ongeveer deze waarde. Gaan we iets ten oosten van ons kijken, dan zien we dat het daar echt serieus warm wordt. Met vaak tropische temperaturen van 30, misschien wel richting de 35 graden boven Centraal-Europa. Maar dat gaat dus aan onze neus voorbij. Niet alleen in Centraal-Europa, maar die warmte breidt zich helemaal uit tot in Lapland aan toe. Uiteraard geen extreem hoge temperaturen van 30 plus daar. Maar in verhouding wordt het daar ook een behoorlijk warme week. En kijken we dan even naar de pluim bij ons, dan zien we dat het een beetje op en neer schommelt. De warmste dagen hebben we zondag en maandag met in het midden van het land temperaturen van een graad of 8 à 29. Maar in het zuiden kan het 30, misschien wel 31 graden worden. Daarna komt dat lage drukgebiedje vanuit Frankrijk wat dichterbij en dan zien we dus een dip. Dat zal ergens rond dinsdag, woensdag gebeuren. Middagtemperaturen dan een beetje afhankelijk van de buien rond de graad of 4, 25. En daarna dan
kan er mogelijk een volgende piek volgen met warme lucht, met opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Maar we zien hier wel heel veel onzekerheid voorkomen in het ensemble. En dat betekent dat het eigenlijk nog alle kanten op kan, maar dat de kans op relatief warm weer eind volgende week ook best wel groot is. Die warme lucht gaat wel gepaard met een hoop vocht. Dat vocht wordt aangevoerd vanaf de Middellandse Zee en ja, bereikt ons zo'n beetje maandag, behorend bij een lage drukgebied. En dat levert ook de dagen daarna veel buien op. Neerslagsommen die ruim boven het normale, de normale hoeveelheid neerslag uitkomen tijdens de eerste week van september. Normaal valt er deze week een millimeter of 20. Maar we zien aan deze afwijking dat er plaatselijk best het dubbele kan worden in onze omgeving. Zeker in gebieden waar stevige buien passeren. Nou, in deze tijd van het jaar is het zeewater natuurlijk behoorlijk warm. In principe wordt het langzaamaan warmer dan het land. Zeker tijdens de avonden en nachten. Maar we zien hier nog niet echt een signaal voor kustconvergentie, zoals we dat ook wel noemen. Kustbuien dus. De grootste neerslagsignalen zitten vooral boven land. En dat betekent dat het warmbloedige buien zullen zijn op de dagelijkse gang. Dus met het oplopen van de temperaturen zullen die buien gaan ontstaan. Op zijn zwaarst zullen ze zo'n beetje zijn eind van de middag en tijdens de avonduren. En dan doven ze langzaamaan weer uit. Een beetje een klassieke zomerse situatie dus. Deze staafdiagram van de neerslag zien we ook dat het tot en met zondag overwegend droog is. Een enkele bui kan vallen en dat zal met name voor de nachten gelden. Maar vanaf maandagmiddag of maandagavond, dan neemt de buienactiviteit flink toe en die houdt eigenlijk de rest van de week aan. Het zal wel een beetje op en neer schommelen van dag tot dag. Maar soms zijn het echt wel zware buien, dat zien we ook aan die gele staven. Met kans op onweer en dus veel neerslag binnen korte tijd en wellicht. Ja, deze situatie laat zich wel lenen om een keer tot wateroverlast op een enkele plaats te komen. Dat risico ligt er eigenlijk wel de hele week, maar het zal wel heel plaatselijk zijn. De buien zullen waarschijnlijk niet op heel grote schaal gaan vallen. Gaan we naar de tweede week van september kijken, dan zien we dat er niet zo heel veel verandert in grote lijnen. Het hoge drukgebied boven Scandinavië trekt zich wat terug richting IJsland. Daardoor wordt de stroming bij ons wellicht iets meer noordwestelijk enige tijd, waardoor er wat koelere lucht over onze omgeving uitstroomt. En dat lage drukgebied dat verplaatst zich langzaam wat meer richting Centraal-Europa. Dat betekent dus een wat meer westelijke stroming met een aanhoudende kans op buien, maar wel wat lagere temperaturen. De warmte wordt helemaal naar het oosten van Europa teruggedreven. En wij komen zo'n beetje ja, in neutraal gebied, zoals dat ook wel heet, die witte kleuren terecht. Met ogenschijnlijk normale temperaturen. Maar ik denk dat zich behoorlijk grote verschillen van dag tot dag kunnen voordoen. Met dagen met temperaturen ruim boven de 20 en misschien zelfs wel nog een keer boven de 25 graden. Maar ook dagen die behoorlijk verregend kunnen verlopen onder invloed van een lager drukgebied voor onze westkust, die komt zo'n beetje boven Engeland en de Noordzee te liggen. En onder invloed van het lage drukgebied in combinatie met het warme zeewater kan dat best wel zware buien genereren. Ditmaal lijkt het wel vooral in de kustgebieden te gebeuren. Tweede week van september dus, een stuk wisselvalliger en wat minder warm dan komende week. En ja, dan de laatste periode van september, dan lijkt er toch wel weer wat te gaan veranderen. Dat hoge drukgebied boven Noord-Europa verdwijnt grotendeels. Daarvoor komt er een depressie in de plaats, waarschijnlijk boven de Atlantische Oceaan. Daarbij zullen ook een paar ex-orkanen vanaf Amerika een rol gaan spelen. Die zullen onze kant op gaan komen als lage drukgebied. Op zich niet zo bijzonder in deze tijd van het jaar, dat gebeurt vrij regelmatig. En dan is het een beetje afhankelijk hoe dichtbij die lage drukgebieden ons gaan naderen. Komen ze zo'n beetje bij Ierland te liggen, dan levert dat bij ons een zuidelijke stroming op, met juist weer de aanvoer van veel warmere lucht en ook vaak drogere lucht. Dan kunnen we best nog een mooie nazomerperiode tegemoet zien. Maar wanneer die lage drukgebieden doorstoten tot onze omgeving, is het juist wisselvallig met vaak een westelijke wind en veel meer en soms ook zwaardere buien. Wellicht zit er dan ook misschien wel een keer een storm aan te komen, wat ook niet vreemd is in die tijd van het jaar. Nou, dat zien we ook aan de temperatuurverdeling. Veel rood, dat betekent aanvoer van overzee. Het zeewater is warm, behoorlijk warm ook voor de tijd van het jaar. En dat levert temperaturen van gemiddeld genomen net iets boven het langjarig gemiddelde op. Maar echt zomerse dagen, ja, daar zijn we van afhankelijk nog van die lage drukgebieden, of die ons bereiken of dat ze ten westen van ons blijven liggen. Nou, dat moeten we voorlopig afwachten. In ieder geval lijkt komende week
behoorlijk zomers nog te verlopen met veel droge en ook zomerswarme dagen. Daarna lijkt de buienkans dus behoorlijk toe te nemen met een afwisseling van warme en duidelijk minder warme dagen. Voor nu wens ik u een mooi weekend.